Nou, kijk eens even. Mijn egeltje is alweer klaar. Hoi, leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Het is herfst, de blaadjes zijn al aan het verkleuren. Misschien kun je al kastanjes vinden of eikeltjes. En ook de dieren zijn zich aan het klaarmaken voor de winter, voor hun winterslaap sommigen. En één daarvan, dat is de egel. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe je zo'n schattig herfstegeltje kunt knutselen. Nou, zoals je kunt zien is de basis van deze egel een pompoen. En die ga ik allereerst even maken. Ik heb daarvoor een pompoenmaker, maar je kunt hem ook maken door een rondje uit karton te knippen en die daarvoor te gebruiken. Nou, aan de slag. Ik heb hier al een mooi kleurtje wol. Zo, even het begin opzoeken. Nou, en om ervoor te zorgen dat ik niet heel vaak rond moet met de wol, ga ik dit stukje touw eerst even een paar keer dubbel leggen. Zo. Zo. Nou, dit ga ik om een pompoenmaker draaien. Omdat ik het touw dubbel heb gedaan, ben ik sneller klaar. Dus dat scheelt. Zo. Zo. Nou, er zit aan beide kanten van mijn pompoenmaker zit nu een mooi laagje wol. En die ga ik nu precies hier op die middenlijn even doorknippen. Nou, het is altijd handig om daar een beetje een scherp schaartje voor te gebruiken. Misschien heb je wel een stofschaar. Maar een nagelschaartje, dat werkt ook heel goed. Die zijn ook heel scherp. Zo. Nou, ik heb alles doorgeknipt. Ik had hier ook al een los touwtje geknipt. Die ga ik er nu hier tussenin doen. Zo. Nou, even een knoopje erin. En dat trek ik even heel strak aan. Zodat de pompoen goed vast zit en alle touwtjes bij elkaar blijven. Zo. Nou, ik maak voor de zekerheid nog even een knoop. Dan weet ik zeker dat hij goed vast zit. Nou, ik kan de pompoen eruit gaan halen. Nou, kijk eens. Een mooi pomponnetje. Ik knip hem hier en daar nog een beetje bij. Want sommige touwtjes die steken wat meer uit dan de rest. En natuurlijk de touwtjes die ik heb gebruikt voor het aan elkaar vastzetten van het pompon. Die mogen er ook af. Zo, nou ik heb hier een mooie pompon. Daar ga ik nu mijn egel van maken. En voor het snuitje gebruik ik een stukje papier. En daarop ga ik eerst even een rondje tekenen. En als hulpstuk gebruik ik daarvoor deze beker. En die trek ik even om. Zo. Nou, uitknippen. Zo.
Zo. Nou, dat rondje dat je nu hebt, dat moet je even inknippen tot ongeveer het midden. En dat doe je in een rechte lijn. Zo. Kijk. Zo ziet dat er dan uit. Nou, en daarmee gaan we nu een soort van hoedje vouwen als het ware. Zodat dat snuitje van die egel ontstaat. En dat stukje hier, dat kun je vastzetten met wat pritstift. Nou, kijk eens. Zo komt dat er dan straks uit te zien. Maar voordat ik deze aan mijn egeltje vast ga plakken, ga ik er allereerst nog even een paar oogjes op tekenen. En wat schattige wangetjes. Zo, ik heb hier een witte stift voor de ogen. Mocht je die nou niet hebben, dan kun je natuurlijk eventueel ook gewoon wiebelogen erop plakken. Of je kunt een stukje wit papier uitknippen. Zo. Nou, voor het neusje heb ik hier nog een kleine mini pompon. Die ga ik er ook even op plakken. Ik heb alvast mijn lijmpistool opgewarmd. Je kunt natuurlijk ook gewoon gewone lijm gebruiken. Alleen het duurt iets langer voordat dat droog is. Zo, dan doe ik de lijm. Kijk. Zo komt dat snuitje van die egel er dan uit te zien. Schattig zo, toch? Nou, die ga ik nu aan mijn pompon vastplakken. Dat doe ik ook weer met mijn lijmpistool. Dus ik smeer ook even een beetje lijm aan de binnenkant. Nou, hier kun je dus ook weer hobbylijm voor gebruiken. Alleen dan droogt het iets minder snel. Zo. Daar gaat hij. Nou, kijk eens even. Mijn egeltje is alweer klaar. Nou, en zoals je misschien al kon zien, heb ik hier nog wat blaadjes uitgeknipt. Ik vind het altijd schattig om er een paar van die herfstblaadjes tussen de stekeltjes te doen. Dan is het echt helemaal een herfstegeltje. Zo. Kijk eens. Schatje zo, toch? Nou, ik zet hem lekker bij de andere egeltjes. Hopla. Gezellig stelletje zo bij elkaar. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video weer leuk vonden. Dus ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En ben je nou op zoek naar meer leuke herfstknutsels, dan kun je ook nog even verder kijken op ons blog. Dat kan via het linkje daar, want dan vind je nog veel meer leuke tips en ideeën. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe creatieve video en ik hoop jullie dan natuurlijk weer te zien. Hoi!